Plaatselijk belang van Ries. Eerst dat de gemeente de Fryske Marne nou eindelijk met de bewoners om tafel zitten gaat over de betingsten voor een AZC in het dorp. De gemeente wil net meer als 250 vlechtelingen opvangen in Ries, maar het COA, dat eerst als doel hier 400, wil nog 400 asielzoekers opvangen. Er is een oproep om morgen de vlagen heel stok te hingen in Dokkum en Noord-Eerst Friesland vanwege de sluiting van ziekenhuis de Sionsberg. Troch financiële tekorten maakt het ziekenhuis dicht. 260 werknemers komen op stritten te steen. Steedssecretaris Dijksma had met de pluimveesector al praat dat er compensatie komt voor vermeerderers en breederijen die het skeer hebben door de vogelgriep. Vermeerderingsbedrijven kunnen op het stuiten bevruchte aaien net kwiet en breederijen de uitbredde piekjes net verkeepje. Geen Europees volleybal meer voor de Snitse vrouwen dit jaar. De tweede wedstrijd in de Challenge Cup werd verlen van Alterno in Apeldoorn. Het werd 3-0. 14 dagen verlien woonden de Snitsers nog maar 3-2 van Alterno. Vannacht bewolkt waar en kon ze brein. Het werd maximaal 4 graden. Morgen 5 graden, een stevige eerste wien en er is kans op zinnen.